ondertussen aan de hoeveelste editie van het Nijsoko toernooi? De 17e, zo uit mijn hoofd. 17e editie, Eli. En waarom is dat altijd zo op het eind van het seizoen nog zo'n geliefd toernooi? Je zou zeggen, dan ben je de bal wel even zat. Dat was in, ja, dat zou je wel zeggen en denken. Maar toch, tot aan de vakantietijd willen ze toch nog, graag nog eventjes een beetje voetballen. Meestal gaat het gepaard met fantastisch weer. Nou, tot nu toe hebben we ook nog echt niet te klagen mogen hebben. Ja, en volgende week begint de vakantie. En dan is het, dit is eigenlijk echt het slot van de meeste voetbalcompetities. En dan is het mooi geweest en vakantietijd voor de mannen. Mannen, maar dat spelen ook vrouwen? Ja, we hebben dit jaar ook weer een competitie met vrouwen. Copa Chica Bonita. Dus dat is altijd, dat geeft altijd een hele gezellige, leuke sfeer. En het niveau is ook hoog, zag ik. Dus niet verkeerd. Maar waarom die zomerse namen? Die zomerse namen, bij een zomersfestijn horen zomerse namen natuurlijk. En we hebben voor de wat ouderen natuurlijk de Copa Cerveza. Dat zijn zeg maar de bierteams. En zo gaat dat, eigenlijk wordt het steeds wat serieuzer. Maar nu was het andere jaren, dacht ik, 5 avonden en nu zijn het er maar 3. Dat betekent dat het aantal teams terugloopt. Nee, dat valt wel mee. We hebben het gelukkig in een bepaald vat kunnen gieten, waardoor het dus wel degelijk nog steeds 4 pools van 8 kan zijn, aangevuld met de dames. Ja, dus wat dat betreft lopen we daarin niet achteruit. Ja, en dat is vanwege het feit dat de competitie, de reguliere competitie vanuit de KNVB, 3 weken langer doorloopt. Zijn en dan is vanavond groot feest, slotfeest? Daar gaan we wel vanuit dat het een groot feest wordt. Vanaf 8 uur is de prijsuitreiking. Proberen de prijsuitreiking te hebben. En daarna aansluitend DJ's en veel vertier en gezellige muziek. En voorbereiden voor het volgend jaar? Voorbereiden voor het volgend jaar. Dat gaan we weer proberen, ja.